Goedemiddag, yes, goedemiddag. Mijn naam is Youssef en ik ben hypnotiseur. En vandaag, Jan is bij mij. Hij wil stoppen met roken. Ik heb een aantal vragen aan hem, voordat wij beginnen met de sessie. Ik wil eigenlijk een aantal vragen stellen om te kijken. Ten eerste, wanneer is hij begonnen met roken? En dan verder nog meer vragen stellen. En een antwoord op deze vragen kan mij helpen om te zorgen dat hij straks rookvrij is. Oké, Jan, bedankt dat ik hem met jou mocht interviewen doen voordat we met de sessie beginnen. Ik wil graag van jou weten, hoe lang rook je al? Oh, dat is al heel lang hoor. Ik ben begonnen met roken toen ik naar de middelbare school ging. Dus was ik 12, 13 jaar ook. 12, 13 jaar, oké. Okay. 12, 13 jaar. Oké. Okay. En hoe oud ben je? Ik ben nu 67. 67. Oké, okay, dat is, even kijken. Iets meer dan 50 jaar? Ja. Oké. Okay. Nou. De reden waarom jij wil stoppen met roken? Waarom wil jij stoppen met roken? Ja, roken is natuurlijk per definitie ongezond. Ja. Dat sowieso. Ik heb er eigenlijk nooit last van gehad, dus ik trok me daar niet heel veel van aan. Ik ben wel halverwege de 80 jaren, toen heb ik een periode dat ik heel fanatiek sportte. Toen ben ik 6 jaar heb ik dus niet gerookt. Ja. En daarna ben ik gewoon weer begonnen. Omdat ik het zelf prettig vond. Okay. En ik kan er ook echt van genieten, van het roken. Okay. Alleen de laatste jaren, ja, de rokers komen in een verdomme hoek te zitten. En ja, je gaat een soort paria bestaan van je lijden. Ja. Mensen ook met de boom om je heen, of ze kijken net aan van, mag je kijk, aan zielig zijn, weet je niet. En daar kan ik me aan storen. En vandaar dat ik gezegd heb van, ja, ik wil er toch mee stoppen. Oké. Want je wil echt mee stoppen? Ja, ik wil echt stoppen, ja. Dus, ik wil daar niet meer bij horen. Vroeger moest je roken om erbij te horen, ja. Maar tegenwoordig is het de omgekeerde wereld. Okay, precies, ja. Okay. Ja. En heb je iets gedaan om om te stoppen? Ik ben er nog niet bewust mee bezig geweest. Nee, niet bezig geweest. Nee. Maar dat jij mij dus de vorige keer zo geholpen hebt. Met een andere ongemakken, wat me goed bevallen is. Dat heeft mij doen besluiten om te zeggen van oké, dan wil ik dus met een behandeling van jou ook om iets beter te maken. Oké, dat is goed. Oké. Hoeveel rook je per dag? Ik rook gemiddeld per dag tussen de 15 en de 20 sigaretten. En als wij zeggen dat 2 minuten per dag sigaret? Zit er? Ja, ongeveer. Oké. Okay. Dat betekent dat per dag heb je half uurtje tot uur. Ja. Extra tijd voor jezelf. Ja. Heb je gedacht wat je gaat doen met die tijd? Nee, want ik kom toch iedere dag tijd tekort. Dus. Oké, okay, dat is wel gaan gebruiken. Die tijd wordt wel besteed. Ja, oké, prima. Dat is heel belangrijk, omdat mensen die er stoppen met roken, aan een gegeven moment denken ze, ik heb zoveel tijd over. Oh, vroeger deed je gewoon echt, je moest gewoon naar buiten of roken en nu heb je gewoon, hoeft niet meer. En nu heb je gewoon tijd over. Ja, klopt. Dus je kan wel goed gebruik maken van je tijd. Dat had ik niet over gedaan. Nogmaals, ik kom altijd tijd tekort. Dus okay. Ik kan die tijd best wel besteden. Dat is goed, prima. Oké, dat is goed. Jan, ik wil jou bedanken voor het interview. En dit is de eerste sessie wat ik met Jan ga doen. En over een aantal maanden ga ik nog een keer bij Jan langs om te kijken hoe dat bevallen is, stoppen met roken. En hoe hij zich voelt met een gezondheid, zeg maar, voordelen van stoppen met roken. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dankjewel.